Vandaag, corona zaterdag. Ik kan eerlijk toegeven, het is mijn dag niet geweest. We gaan niet te veel zien, denk ik, vandaag. Ik heb een minder momentje, schatjes. Kan gebeuren, kan gebeuren. Maar, zoals je kunt zien, ik heb me weer heel nuttig bezig gehouden. En zijn ik voor de maatschappij, maar wel voor mezelf, een beetje de vuurkorf aan het leegmaken. Weer al, we zijn 4 dagen ver. Ik heb 4 keer iets gedaan dat ik nog nooit in mijn leven heb gedaan. En wel om de vuurkorf uit te kussen. Maar we zijn hier al een paar uur bezig. Nee, we waren 3 minuten bezig. Om dat hier een beetje te kussen. Oh, wat moet er eens gebeuren voor die vuurkorf? Al die fucking assen dat die al waarschijnlijk 1, 2, 3, 4, 5 jaar in zitten. Moeten we het allemaal doen. En meer gaan we laten zien hoe dat wij als vuurkorfje straks gezellig buiten kunnen zetten. Allee, snapchatjes, dat was het. We hebben een goede zaterdag geweest. Ik kan een beetje fluisteren, want Sissy die is juist die blokken. We zijn hier hout aan het sprokken. We gaan doen. En ze zei, schrijver, als ik heb een taakje voor je, waar ga je iets van? Zo zei ze, pak eens wat hout. Ik heb daar eigenlijk niet van zin in. Kijk, ik was juist aan het schoentjes aan. Ik ben niet zeggen, ik doe alsof ik iets aan het doen ben. Maar, ik doe maar straks zoek ik wel rond dat vuurkorfje liggen. Maar dus dat is nul. Allee, schatjes, hier. Pak het hout, zei ze. Doe de galaas. Stof ze. Zie je echt tof. Kleine update hier in het tuintje. Kijk, ik heb mijn handschoentjes al getrokken. Daar zijn we wat hout aan het sprokkelen. Beste vloggers. Er moet mij iets wat hard. Ik ben niet goed bezig. Ik weet. Ik ben niet goed bezig. Ik ga me herpakken en ik begin met mijn auto. Eindelijk is de keuze. Want tijdens deze coronadagen, het is zwaar. Ik wil jullie even laten zien hoeveel het er is. Geen idee. Het is hier ranzig. Dat is nog maar de voorkant. Moet je nog aan de achterkant. Het gebeurt normaal nooit. Nooit, nee. In mijn gans leven is er zo vaal geweest. Koffer. Ja, iets in de koffer, dat valt mee. Maar toch. Ik vind het ranzig. En beste vloggers. Iedereen zit met corona. Ik zit met corona, de auto zit met corona. Dus ja, vanaf nu herpak ik mij. Het hele huis is al gekeusd, zoals je gezien hebt in de vorige stories. En nou ga ik er werk van maken. Ja, ik kraap na mijn motor in. Ik ga naar de car wash. Ik ga hem kassen, maar kassen hè. Zo proppel dat er nog nooit naar geweest zijn. Voor zij die mij niet verstaan in een plaats in tuins. Ik ga hem kuisen en zo mooi proper zal hem nog nooit geweest zijn. Het zal me eventjes duren. Ik denk dat het niet gaat lukken. Maar toch. Het moet. Soms moeten dingen. Zoals binnenblijven tijdens corona. Blijft in akot. Eigenlijk nee. Het is fout van mij. Ik ga niet naar de car wash. Wat verdomme, ik ga meer thuis wassen. Want ik moet in mijn kot blijven. Heb je gelijk? Sorry, ik herpak me vanaf nu. Beste vloggers, ik ga je zeggen, het is scheidekoud. Dus ga je auto vooral niet wassen. Ik dacht, oké, de zon schijnt. We kunnen wel in een korte broek. Dom van mij, heel dom van mij, maar ja, kom. Dat ben ik al gewoon van mijn eigen. De auto is wel bijna gewassen. Nu nog afdrogen aan de binnenkant. Ik heb een loopneus. Komt van de kou. Ik moet eerlijk toegeven. Ik ben echt aan het bevriezen en ik sta alleen voor jullie in de kou. Ik haat mijn auto wassen. Beste mensen, nu ga ik beginnen stofzuigen aan de koffer. Dat kan gewoon via een kleine stofzuiger, handstofzuiger, goed op en neer. Ik zie mijn half meer. Het is niet zo plezant. Ik laat het ook liever doen, want ik haat het. Maar we moeten nog door deze tijden. Stofzuigen maar.